kreeg eens per mail een vraag over een hoeveel schroeven moet je nou in een ophangconstructie doen als je een kastje ophangt. Ga ik eerst natuurlijk vragen van hoe zwaar is dat kastje, hoe groot en hoe ziet dat eruit. Maar als je nou een kast hebt, hoe ga je dan het gewicht inschatten? Dus als ik iets moet oplichten en het kost mij heel veel moeite om dat zo omhoog te krijgen, nou dan is het zeker zo'n 50, 60 kilo. Vergelijk dat maar met je eigen gewicht. Ik weeg zo'n 75 kilo. Als je vriendin ook zo weegt, dan pak je je vriendin even op en dan voel je dat. En dan denk je, oh, dat is nou 75 kilo. Dat is naar menselijke maatstaven, zeg maar. Dus, een kastje die je in je handen kan oppakken en ophangen in je eentje, hooguit met twee, nou die zal de kilo 40, 50 niet passeren. Dus, daar kan je van uitgaan. Nou, als je dus denkt, hoeveel schroeven heb je nodig in die muur? Natuurlijk afhankelijk van wat voor soort muur. Als je een gipsen wand hebt, een holle wand, dan moet je van die harpoen schroeven pluggen hebben, dat het goed blijft haken, maar het is nog steeds 10 mm gips met een papierlaagje. Maar dan kan je dus uitrekenen hoeveel kilo je per schroef hebt. Als je een kast hebt van zeg maar 50 kilo maximaal, dat is een hele zware kast hoor. En dan heb je twee schroeven, dat is zo'n 25 kilo ieder. Nou, als je nou een baal gips koopt tegenwoordig, die is niet meer dan 20 kilo, geloof ik. Want dat mag niet van de Arbo-wet dat het meer dan 20 is. Dus daar kan je iets bij voorstellen, wat 20 kilo is. Dus als je nou vier schroeven hebt, dan heb je zo'n 50, zeg maar even 40 kilo gedeeld door 4. Dat is 10 kilo per schroef. Nou, 10 kilo is ook te overzien, zeg. 10 kilo, dat kan je 10 kilo drukken. Stel je, ik denk, is een 10 kilo zwaar. Dat zijn 10 flessen cola's. Kan je die omhoog krijgen? Ja, twee tassen met 5 flessen van een liter is 10 kilo heb je dan. Nou, daar loop je wel mee te sjouwen. Dat is, voor een schroef is dat niet veel. Neem ik aan. Dus, maar dan ga je dus met een plug in de muur. En als die plug er los in zit, dan trek je hem heel makkelijk eruit. Maar dan heb je het over trekkracht. Dus die schroef, als die in die muur zit, dan is dat ene kant is het dat je hem eruit kan trekken. Of een spijker die een houten wand slaat. Maar aan de andere kant is, als die schroef erin zit en hij hangt iets aan die schroef die naar beneden drukt, dan kan die heel veel hebben. Dan roepen wij timmerlui, daar kan een olifant aan hangen. Niet alleen jij, maar een olifant ook nog. En je hebt dus, ik maak dus onderscheid tussen trekkrachten en afschuivingskrachten. En daarvoor heb ik deze stukjes hout hier liggen. Want als je nou vloerbind hebt, en dit is de muur. Zo, en dan ligt die bind ligt op de muur. Dan kan je je voorstellen, als die net op het randje ligt, dat die steen kan afdrukken door het gewicht. Stel dat hier later een vloer op ligt en er staat een boekenkast op, en dat is heel zwaar, dat je dat steentje kan afbreken door de schuifkracht, niet door de trekkracht. Dus dan heb je een, ik weet van stalen binten, daar hebben ze de eis, dat die minimaal 10 centimeter op moet liggen. En dat vind ik voor een houten bint eigenlijk ook wel 10 centimeter. Dat is, een bint is meestal een centimeter of 5 dik, 5, 6 dik. En dan, als er iets meer dan de dikte opgelegd is en een halfsteensmuur is, 10 centimeter. En meestal worden de binten tot eind van die muur gelegd, dat is al 10 centimeter. Dus dat is dan wel goed. En dat zijn dus geen trekkrachten, dat zijn schuifkrachten.
Dat is oersterk. En nou ja, dan komt er weer een anker aan. En zo krijg je een heel gebouw die aan elkaar zit. Even kijken, wat wou ik hier nou nog meer zeggen? Maar als dit gaat doorbuigen, dan krijg je ook dat hier die spanningen op die hoek gaan komen. En dan kan het kapot gaan. Maar als die vloer goed is en hij is voldoende hoog, en dat is het al snel. Dus dan heb je daar allemaal geen last van. Dus dan kan je met steen doen. Dus heb je, nu even terug te komen op dat kastje, 4 schroeven die wel enigszins op trek belast worden, omdat dat kastje natuurlijk, het gewicht hangt niet vlak langs de muur, maar een beetje ervan af, dus op zo'n stukje. En dat is een arm, noemen ze dat. Die geeft die trekkracht. Maar die kast, die druk je ook van onderen. Bijvoorbeeld, hij hangt hier. En daaronder, dit gaat trekken en dit gaat weer drukken naar die kant toe. Dus dan, ja, uiteindelijk komt die schuifkracht toch daar terecht. En als je nou aan het uiterste puntje van die kast zou gaan hangen met je eigen gewicht, kan je een beetje voorstellen dat er een beetje trekkracht op komt. Maar een schroef van 4 centimeter lang in een goede plug, nou, die trek je er niet uit hoor. Ook al is het er maar 1 met 40 kilo. Die kan wel 100 kilo hebben. Dus heb ik 4 schroeven voor een kast van 50 kilo. Ongeveer 10, 12 kilo per schroef. Nou, dat is niks. Dus daar kan die makkelijk aan hangen. Maar je hebt soms oude muren, scheidingsmuren, die zijn gemaakt van sintels. Van koolsintels van de hoogovens. En dat zijn, op z'n Hollands gezegd, klotenmuren. En die sintels, die zitten min of meer los aan elkaar. Zodra je daarin gaat boren, dan krijg je een veel groter gat dat je nodig hebt. En het is een toestand. Dus daar gebeurde vroeger wel dat ze houten klossen ingemetseld werden. Als dat een plan was dat daar iets kwam van een afdeklat of zo. En dan metselden ze de houten klossen in waar weer in geschroefd kan worden. Maar heb je zo'n sintelmuur, zo'n ouderwetse, van 1950 hadden ze ze nog. Dus dat komt nog wel eens voor. Ga dan een gat boren en vul dat met een vulmiddel. Houtrot vullen bijvoorbeeld, het gat goed vullen. En daar kan je weer in schroeven. En dat, als dat goed gevuld is in die sintels, dan haakt weer in alle gaten. Dus dat is wel een oplossing. Maar je kan, als je te veel gleuven gaat hakken voor leidingen in zo'n sintelmuur, nou, daar kan je wel eens heel lelijke problemen van krijgen, van scheuren in die muur en toestanden. En daar raakt de opdrachtgever heel erg van in paniek. Dat kan ik je wel vertellen, dat heb ik wel eens meegemaakt, de iemand die dat gedaan had. De goede man die zat te huilen in zijn stoel toen hij al die schade zag. Maar goed, dat is even de afleiding van, dat is het materiaal muur. Dus weet je dat die plug of die spijker of die, waar die kast aan komt te hangen, gewoon stevig zit, dan kan die qua afschuiving kan die enorm veel kracht hebben. Dus je kan je voorstellen, als je nou een schroef hierin draait, ja, ik heb geen plek waar ik het voor kan doen, maar als ik hier ik neem een kleinere, van 3 centimeter. Als ik die met de kop eruit laat steken en ik hang hier een draad aan, dan kan ik met mijn gewicht eraan hangen. Makkelijk. Dat kan je misschien wel voorstellen. En ga maar zo schroef. De trekkracht, en dit is maar een 3 centimeter schroef, het is maar een heel klein schroefje eigenlijk. Probeer dat maar eens met je klauwhamer uit te trekken. Nou, dat is meer dan 40 kilo hoor. Dat je nodig hebt om hem eruit te trekken zelfs. Dus heb je een houten wand, dan zou ik niet meer als 2 schroefjes gebruiken voor zo'n kast. En als je voor je gevoel, zet je in het midden er nog één. Dus dat is het verschil tussen trekkracht en afschuiving.